Beste leden van de Friese Expert Club. Mijn naam is Jeroen Ketting, ik ben de oprichter en eigenaar van de Lighthouse Group. Nog niet zo heel lang geleden droeg ik bij aan jullie bijeenkomsten met kennis en ervaring omtrent het zaken doen in en met Rusland. Maar sinds het uitbreken van de oorlog kan er natuurlijk van het zaken doen in en met Rusland geen enkele sprake meer zijn. Die oorlog is ook de reden waarom wij al direct in februari hebben besloten om onze bedrijvigheid hier in Rusland stop te zetten en ons terug te trekken. Ik bevind mij nu in Moskou om ook inderdaad die laatste zaken hier te sluiten. In het begin van de oorlog hebben we echter ook besloten om een humanitair initiatief te starten. Om Oekraïners in Oost-Oekraïne in moeilijk toegankelijke gebieden te helpen om de oorlog door te komen. Toen wij startten met het initiatief, dat wij Lifeline Ukraine hebben genoemd, toen was ons plan om van begin maart tot eind van het jaar 1 vrachtwagen met humanitaire hulp per week naar Oost-Oekraïne te sturen. Maar wat bleek, is dat met verenigde krachten en met de hulp van veel vrienden, zakenrelaties, ondernemers, we veel meer hebben kunnen doen. Het is nu nog niet eens het eind van het jaar. En we zitten al over ruim 50 vrachtwagens van 22 ton elk met humanitaire hulp die we naar Oekraïne hebben gestuurd en daaruit hebben geleverd aan hulpbehoevenden. Humanitaire hulp zoals medicijnen, voedsel, maandverband, luiers, drinkwatercontainers, matrassen, kachels, generatoren, medische apparatuur en ga zo maar door. Maar naast die humanitaire hulp zijn we ook begonnen met het ondersteunen van kleine Oekraïense bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Oekraïense bedrijven die we helpen met microleningen, met apparatuur die we vanuit Nederland sturen om apparatuur die door de oorlog is verwoest te vervangen. Ondernemers die we helpen met het starten met de export naar de Nederlandse markt. Ook ondernemers die we koppelen aan Nederlandse ondernemers die als een soortement van business mentor optreden. In totaal hebben we nu al in de afgelopen 9 maanden ruim 4,5 miljoen euro aan hulp naar Oekraïne kunnen sturen. Dat doen we zonder kosten. Dat doen we vraaggestuurd, dus we kijken wat er in Oost-Oekraïne nodig is en dan pas gaan we de hulp leveren. We doen het via onze eigen end-to-end gecontroleerde supply chain. En we doen dat in 18 steden en stadjes in Oost-Oekraïne in samenwerking met 22 lokale burgerhulporganisaties. Zelf heb ik me vanaf het begin van de oorlog toegelegd op dit initiatief, op Lifeline Ukraine. En ben ik pro bono, 7 dagen per week, elk wakend moment hiermee bezig geweest. Mijn hoop was dat ik er aan het eind van het jaar mee kon stoppen. Om volgend jaar, vanaf 2023, weer iets nieuws te gaan ondernemen in Nederland. Omdat we alles hier in Rusland achterlaten. Maar helaas is die hulp die we hebben geleverd niet genoeg. De oorlog is langduriger, destructiever, bitterder, kouder, traumatischer en dodelijker dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En waar ik aan het begin van het jaar dacht dat ik nu aan het eind van het jaar de champagne open zou kunnen doen om een geslaagd humanitair project te vieren en hopelijk ook een vrede te vieren, is de harde realiteit daar en blijkt het dat we nog wel eventjes door zullen moeten gaan. Nu dat de Oekraïners een oorlogswinter tegemoet gaan en door een humanitaire catastrofe heen leven, is opgeven of stoppen nu geen optie. Dus wij gaan door waar we als Nederlanders heel goed in bleken te zijn. En dat is belangeloos, humanitaire hulp leveren, maar op een hele zakelijke manier. Dus efficiënt, to the point en zorgen dat met het geld wat gedoneerd wordt en de goederen die gedoneerd worden, mensen daadwerkelijk een stap vooruit komen. En daadwerkelijk een stuk steun in de rug krijgen. Ook in 2023
proberen dat te doen zoals we dat in 2022 gedaan hebben. Ook in 2023 proberen we Nederlandse donoren en Nederlandse betrokken mensen te helpen om een verschil te maken in Oost-Oekraïne. En ik hoop dat ook in 2023 jullie daaraan mee zullen werken. Misschien hebben jullie zelf initiatief, of velen van jullie hebben zelf initiatief. Ik weet dat een aantal van jullie ook Oekraïners in huis hebben. Maar mocht het zo zijn dat je dingen wil doen in Oekraïne, maar niet weet hoe, of mocht het zo zijn dat je hulp wil leveren, maar dat je niet zelf de infrastructuur en de mensen in Oekraïne hebt of kent, dan kun je via Greta contact met me opnemen. Want wij stellen ons volledige netwerk, alles wat we hebben opgebouwd in Oekraïne, ter beschikking aan een ieder in Nederland en aan elke ondernemer in Nederland die een verschil wil maken. Dank jullie wel voor de tijd, dank jullie wel voor de betrokkenheid. En ik hoop dat we in 2023 met gezamenlijke krachten veel Oekraïners weer kunnen helpen om toch iets van hoop te houden in deze oorlog. Dank jullie wel. Reality that somehow you get used to. Проблема самая главная в том, что слышно тревога, работаем в реалиях этой жизни. Good morning, everyone. Second Easter day. Risk is everywhere because just some rockets landed here, not so far away from us. See the damage that is done. This is the crater. That's a result of the shopping mall that has been totally destroyed. An aerial bomb, right? And this is the result of the bomb that dropped from the airplane. So this used to be his house when a rocket or a cruise missile hits a building. This is another behind the scenes. This is Ronald. We are here at the Red Cross of Zaporizhzhia. The medicine that arrived in Mykolaiv. I'm doing it together with Andrei. Andrei is from Mykolaiv himself. He's sitting here, so we're driving in his bus.